eerste helft was voor ons, tweede helft was meer voor hen. Dat is ook wel duidelijk geweest, denk ik. Maar ik vond wel dat we eerste helft echt heel goed gevoetbald hebben. En dat we heel wat kansen hadden en dat we daar misschien een doelpuntje te weinig gescoord hadden. Maar toch, ja, dat weet je, dat je dat niet een hele wedstrijd kunt volhouden. They also try to push more, you know, because it was 2-1 and they still have hope that they could take something, you know. So they push a little bit more. But I think we use our experience enough, you know, and with 3 points is enough, you know. Het zat heel goed qua organisatie en dat is zo'n pluim naar mijn ploeg. En tweede helft, oké, tempo kon je misschien geen 90 minuten brengen. Maar al bij al zijn we dan wel tevreden en elke winst moet ons meer vertrouwen geven voor de toekomst nog. So everybody is working hard and we really appreciate it that everybody is still working at this period of the season, you know, because it's always difficult, you know, but everybody is there and that's important.